Goedenavond. Deze extra rondom 10 komt uit een zaal vol moslims en niet-moslims in Amsterdam, live uitzending. Nou zat het tussen beide groepen, de moslims en de niet-moslims, nooit echt geweldig in Nederland. Maar sinds de aanslagen vorig jaar is het zelfs flink mis met de onderlinge verhoudingen. Want nogal wat moslims toonden vorig jaar begrip voor de aanslagen en dat schokte Nederland. Mevrouw Koenen, u bent lerares op een zogenaamde zwarte school, VMBO-school Amsterdam-Oost. Veel van uw moslimleerlingen waren vorig jaar opgelucht, blij over die aanslagen. Denken zij er nou nog zo over, denkt nou, u, een jaar later? Blij is het woord niet. Ze vonden het niet erg. Ze vonden dat Amerika nu een keer aan de beurt was. Dat er zoveel Palestijnse slachtoffers gevallen waren. Dus ze vonden het eerlijk dat er ook aan de andere kant zoveel slachtoffers vielen. Daar heb ik me niet zo over verbaasd. Waar ik me wel over verbaasd heb, dat zoveel politici begonnen te schreeuwen. We wisten niet dat moslims in Nederland ook zo dachten. Dat betekent dat ze totaal niet weten wat er leeft in Nederland. Want als je woont in een buurt waar ook moslims wonen, waar je werkt in een buurt waar ook moslims wonen, werken, dan weet je wat ze denken. Dan weten ze weet je wat ze over Amerika denken. En dan had je deze reactie kunnen verwachten. Dus ik verbaasde me niet zozeer over de reactie van de moslims als wel over de reactie van de politici die heel hard schreeuwden van God, dat had ik nooit gedacht. Goed, dan leef je niet in deze wereld. Nee. Niet verbaasd. Was u wel geschokt? De avond van de aanslag heb ik collega's gebeld van hoe gaan wij daarmee om morgen? U voelde al aan op 11 september 's avonds, morgenochtend. Ja. Moeten wij een bepaalde aanpak? Hoe hebben jullie het gedaan op jullie school? We hebben de kinderen opgevangen en ze op de eerste plaats gewoon de klassen ingeleid en toen gepraat, kan je wel zeggen. En weken daarna er nog steeds over gepraat. Want veel reacties komen voort uit onwetendheid. En onwetendheid is een slechte raadgever. Dus we hebben veel gepraat. Goed, we zijn nu een jaar verder. Wordt er nu nog zo gedacht? Ja. Amerika, toch een beetje het verdiende loon? Ja. En dat na al dat praten met die leerlingen? Ik heb ook niet de illusie dat ik de wereld in een paar leuke klassegesprekjes kan veranderen, hoor. En mijn taak, vind ik, is met een groep kinderen erover praten en proberen ze enig inzicht bij te brengen. Maar ik heb niet de illusie dat ik een mening die er al eeuwen ingepompt is om dat eruit te halen. Dan zou ik wel heel naïef zijn als ik dat zou kunnen. Ging het niet ook een beetje om puberale provocaties? Ja, van, tegenwoordig begint de puberteit op je tweede, geloof ik, en is op z'n 60ste afgelopen. Nee, daar doet u niet aan mee? Daar doe ik niet aan mee. Oké. Ik ga eens even naar dan de pubers om wie het gaat. 15, 16. Laten we dat dan nog maar net puberteit noemen. Siham Nouri, jij zit in Amsterdam op een school Amsterdam-West zit je. Werd er bij jullie vandaag aandacht besteed aan de aanslagen? Ja. Ja. Hoe hebben jullie dat besproken? En we hebben een heel lang gesprek over gehad bij maatschappijleer. Ja. En het was nogal een hele heftige discussie. Er waren sommigen, zoals mevrouw al zei, hadden zoiets van het moest toch een keer wat gebeuren. Niet dat we het mee eens zijn de manier waarop het is gebeurd. Ik bedoel, er zijn zoveel slachtoffers gevallen. Dat was niet de bedoeling. Maar Amerika moest een keer teruggepakt worden. Zo denken heel veel. En er zaten ook tussen die hadden zoiets van er was een jongen in mijn klas die had zoiets van Amerika heeft gelijk. En het was een hele heftige discussie aan de gang in de klas. Waar stond jij in die discussie? Ik stond een beetje als middenpunt. Wat vind je dan? Ik vind dat wat er is gebeurd in Amerika, kan je niet goed praten. Mm-hmm. Het had nooit mogen gebeuren dat zoveel slachtoffers zijn gevallen. Maar ik denk dat ik toch wel meega met de rest die ook denkt van Amerika moet toch een keer teruggepakt worden. Het is misschien niet op een goede manier gebeurd. Ze hadden de mensen zoals de regering moeten aanpakken. Want dat zijn de mensen die ervoor zorgen dat de oorlogen komen. Mm. In Palestina, in Afghanistan, dat soort dingen. En dat dan zoveel. Maak het even af. Ja. En dat zoveel slachtoffers zijn gevallen. Is niet correct, maar Amerika moet een keer teruggepakt worden. Hoe denk je nou, als je dit zo uitlegt, dat dat bij Nederlanders aankomt? Raar. Jij nu hebt gezegd, dat komt bij Nederlanders dat heel raar aan. Ja, tuurlijk. Die begrijpen dat niet. Die keuren alles af wat met oorlog te maken heeft. Nou, dat vind ik wel een beetje vreemd. Laat ik dan eens naar een niet-islamitische leeftijdgenoot van je gaan. Hubert, als je haar hoort vertellen over die standpunten. Wat denk jij dan? Als je dat hoort, bedoel je? Ja? Nou,
Ik vind het sowieso, ik kan het niet begrijpen dat, sowieso dat je zegt dat je begrip hebt voordat zoiets gebeurt. Maar ze heeft ook geen begrip. Ja, maar ik zeg het begrip, ze zegt ze. Ja. Moet je luisteren, is maar het gaat niet. Het gaat niet om dat je begrip toont dat er wat is gebeurd. Wij maar dat je zegt Amerika moet teruggepakt worden. Ja, maar luister, maar heb je wel gezien, mag ik even wat zeggen? Nee, even haar afmaken. Heb je wel gezien hoeveel Palestijnen de dood zijn gaan door Amerika? Ja, maar het gebeurt hetzelfde aan de Israëlische kant, of niet? Ja, maar ik wil niemand steunen of zo. Maar daarom, Amerika steunt Israël. En als Amerika Israël steunt, haalt het nooit op. Amerika steunt toch ook Palestijnen? Op wat voor manier? Waarom denk je? Op wat voor manier? Ook financieel. Natuurlijk zijn ze het wel. Ik geef toe dat ze meer steun geven aan Israël. Het is ook een oneerlijke strijd wat daar gaande is. Mag ik even wat zeggen? Ze hebben het nu dus over. Ze willen nu Irak gaan aanvallen. Samira El-Kandoushi. Ja. Samira El-Kandoushi. We gaan niet de hele wereldpolitiek erbij halen. Maar het heeft allemaal te maken met elkaar. Pim Fortuyn, allochtonen, Marokkanen. Het heeft allemaal met elkaar. Het heeft allemaal een link met elkaar. Ze willen nu dus Irak gaan aanvallen. Omdat Saddam Hussein VN-resoluties zou overtreden. Maar Sharon van Israël die overtreedt dagelijks honderden VN-resoluties. Zegt Amerika niks van. Goed, korte reactie van jou dan. Maar ik keur het allebei af wat Amerika zegt. Islamitische jongeren kijken MTV, ik bedoel, één grote inspiratiebron voor mij. Ja. Wij houden van McDonald's, alles. Maar we zijn het niet eens met het buitenlandse politiek. Maar daar hoef je geen moslim voor te zijn om tegen de buitenlandse politiek van Amerika te zijn. Dus mag je twee flats binnenvliegen? Tuurlijk niet. Nee, daar heeft het niks mee te maken. Het gaat om onrecht. Het gaat om onrecht. Het had net zo goed een Chileen kunnen zijn. En er is nog steeds geen concreet bewijs. Je moet niet alles erbij gaan slepen. Ja, natuurlijk, ik moet vergelijken. Wat jij doet is je sleept er alles bij. Dat zeg jij heel goed, maar dat is niet waar. Je moet gewoon algemeen gewoon afkeuren dat mensen elkaar vermoorden of mensen daar geweld in plegen. Maar dan kun je Amerika dagelijks afkeuren, want die is dagelijks bezig met dat soort dingen. Maar daarna hebben ze Afghanistan. Wij zijn niet tegen Amerika, dat wil ik voor goed zetten. Amerika een is een prachtig oog land. Tand op tand. Amerika is een prachtig land met veel culturen in één land. The American Dream, ik sta ervoor, maar ik ben tegen het beleid. En het heeft te maken met hun geschiedenis. Ik had ook een Chileen kunnen zijn. Ja? Amerika zegt wij willen democratie, maar dat willen ze alleen voor zichzelf. Ja? Pinochet, ik bedoel Salvador Allende, mag ik heel even daar wat over zeggen? Die was democratisch gekozen. Maar in de tijd van de Koude Oorlog... Het gaat over democratie. Goed, Samira, ik kom zo zeker bij je terug, maar ik wil jij moet toch nadenken, het onderwerp, wat jij nadenkt. Ik wil het onderwerp toch enigszins beperken tot de aanslagen, want daar hebben we het wel degelijk over. De gevolgen van de aanslagen hier. En in rondom 10... Dat politici helemaal overdonderd waren door het feit dat er begrip was. En zoals je nu hier hoort, leeft dat soort dingen bij moslims. Heel sterk, ja. Ja, en dat blijkt nu heel duidelijk. Goed. En ik was heel verbaasd dat zij daar zo verbaasd over waren. We gaan de komende 35 minuten proberen om toch iets van die onder de oppervlakte liggende boosheid misschien wel. Ja, precies. En die argwaan boven water te halen. Want de argwaan van moslims en de argwaan van niet-moslims, die is ook wel zichtbaar. En er is ook een soort wederzijdse afkeer misschien wel zichtbaar. De cijfers van een 2 vandaag NIBO-enquête van deze week, die liegen er niet om. 6 van de 10 Nederlanders zijn bang voor gewelddadige acties van moslim-extremisten. 85% van de Nederlanders vindt dat moslims onvoldoende integreren in Nederland. Dat zijn scherpe cijfers. En Barka Nabir, lerares op een islamitische basisschool in Amsterdam. Het merendeel van de Nederlanders vindt dat de moslims meer moeten integreren. Voelt u zichzelf aangesproken? Dat ik meer moet gaan integreren, bedoel je? Ik woon hier al 34 jaar in Nederland. Ik heb me aan alle wetten en regels gehouden van Nederland. Ik heb gewerkt, ik heb belastinggeld betaald. Wat moet ik nog meer doen om te integreren? Je hoofddoek af. Zou het daar misschien in zitten? In de hoofddoek? In een aantal... Maar dan hoor je er nog niet bij, hoor. Probeer u eens te verplaatsen in die... Laten we zeggen, die meerderheid van de Nederlanders die volgens die enquête zegt, jullie moeten, de moslims moeten meer integreren. Ja. Waar zou het uit voort kunnen komen? Nou, zoals mevrouw hiernaast zei over onwetendheid van de mensen. Dat speelt een grote rol natuurlijk. Maar toch vind ik dat niet helemaal kloppen. Want ik woon hier al 34 jaar in Nederland. Volgens mij moet je nu wel me redelijk gekend hebben nu. Als ik goed naar u had gekeken, had ik u al lang gekend. Ja, wil je nog meer? Dat gaat dan over u. Kunt u zich voorstellen dat andere delen van islamitisch Nederland op Nederlanders, op niet-islamitische Nederlanders, de indruk maken dat ze er niet echt
bij willen horen, niet echt willen integreren. Kunt u zich dat voorstellen? Ja, ik denk dat mensen het woord integreren een beetje verwarren met assimileren. Nee, maar probeer... we hebben het over integreren. Want ik vraag net van wat moet ik doen om te integreren. Ik heb al zoveel dingen gedaan. Ja. Wat andere Nederlandse meisjes en vrouwen doen. Voelt u zich opgenomen in Nederland, geïntegreerd zelf? Nu niet meer. Sinds wanneer niet meer? Sinds de laatste verkiezingsstrijden. Strijd. Het is niet naar aanleiding van 11 september, maar meer vanwege de verkiezingen. En je ziet het ook elke keer als zodra de verkiezingstijd begint te komen, merk je dat er toch een beetje sluimerende ideeën naar boven komen en dat ook de politici daar gebruik van maken om zo hun stemmen te winnen. Mag ik iets zeggen over integratie? Probeer eens even aan te geven wat u dan merkt. Het is na de verkiezingen, zegt u, maar misschien ook wel na 11 september 2001. Het is iets versterkt na 11 september. Ik ben blij dat het dan... Maar nog meer versterkt na de verkiezingen. Geef eens voorbeelden van gedrag, opvattingen, uitspraken. Zoals ik al zei, het is sluimerend. Je kunt niet je vinger goed opleggen. Probeer het eens. Bijvoorbeeld, er komt steeds vaker geluiden van dat mensen moeilijk aan het werk komen. Moeilijk stageplaatsen vinden. Dat mensen tijdens hun... Kan economische teruggang zijn. Dat kan ook, daarom zeg ik het is moeilijk om te stippen. Maar je merkt, er komen steeds meer vaker verhalen naar voren van moslimin. Dus elke keer hoor je van, ja, ik vind moeilijk stageplaats, terwijl daarvoor helemaal geen probleem was geweest. Iemand wordt zomaar in zijn proefperiode ontslagen, terwijl altijd daarvoor alles goed was gegaan. Maar suggereert u dan dat zoiets nu gebeurt vanwege de afstand? Het gevoel heb je afstand? Wel. Ja, ik vind dat er mensen afstandelijk worden. En ik wil uw gevoel niet afnemen, nee. Maar zou het kunnen zijn dat dat gevoel niet op feiten gebaseerd is? Gevoelens zijn gevoelens van mensen, dus ik weet niet in hoeverre feiten gebaseerd kan zijn. Maar ik vind wel dat er een groeiende verwijdering is tussen ons. Mm-hmm. Nog een ander voorbeeld, van de jeugd. Dat ze toch op dingen worden aangesproken, terwijl bij een andere jeugdige niet zou worden aangesproken. Mm. Het zijn dingen waar je niet meteen je vinger op kunt leggen, maar die wel een basis gaan leggen voor nog meer verwijdering. En dat het wij en jouw gevoel, jullie gevoel steeds versterken. In plaats van dat we meer samenkomen. Vindt u dat jammer? Zeker. Na 34 jaar nog steeds. Wat doet u om die kloof, die groei te overbruggen? Nou, bijvoorbeeld hiermee aan deelnemen. spreken met de kinderen daarover. Om ze toch niet naar gevoelens te laten ontwikkelen. Uw islamitische kinderen op school. Mijn kinderen en mijn leerlingen. Ja. Om daarover te praten. Laat ik eens even naar uw buurmeisjes nog een keer gaan. Naar Siham. Merk jij nou dat sommige Nederlanders, laat ik het woord toch maar gebruiken, vijandiger zijn? Waar merk je dat aan? Waar merk je tegen dat islamieten? Aan? Als je buiten loopt, word je gezien als een terrorist. Je wordt gezien als het zusje maar van Bin Laden. Gezien? Ja, je draagt een hoofddoek, ben je moslims, ben je het zusje van Bin Laden. Maar hoezo zeggen mensen dat op straat? Ja, absoluut. Hoe gaat het? Nou, je loopt op straat en hoop je eens van, daar heb je het zusje van Bin Laden of dat soort rare dingen. Of je wil kun je ook zien als een grap van een doorgeslagen assertieve Amsterdammer? Ja, maar dat kan je niet zien als een grap. Ik bedoel, na 11 september dan ga je niet iemand die met een hoofddoek rondloopt zien als het zusje van Bin Laden. Dat kan je niet zien als een grap. Dat is heel erg. Loek, nou, jouw buurvrouw en jullie zijn vriendinnen, hè? Ja. Zie jij voor jezelf een toekomst als moslimvrouw in Nederland? Je bent nu 16. Ik weet niet, het is eigenlijk een beetje meer een zwart gat geworden. Ik dacht eerst om terug te gaan naar Marokko. Ik weet niet. Omdat ik me hier gewoon niet meer veilig voel. En daarom denk ik dat ik liever terug wil gaan naar mensen uit mijn eigen land. Waar ik me misschien wel thuis voel. Dan. En waar ga je naar Marokko terug? Ik wou wel teruggaan, maar toen heeft mijn beste vriendin het uit mijn hoofd gepraat. Toen dacht ik van, waarom zou ik niet dan naar Saoedi-Arabië gaan? Naar Saoedi-Arabië gaan? Ja. Dat ga je nu doen? Dat overweeg je echt? Ik wil het wel doen. Mag je eens vragen, Saoedi-Arabië? Dat is niet echt een democratie, om maar wat te noemen. Maar democratie. Ik vraag het aan jou even. Het is beter dan ik heb Saudi-Arabië uitgekozen omdat de islam daar is ontstaan en ik ben zelf moslim. Ja. En ik denk dat ik me daar veel veiliger zou voelen en veel meer thuis zou voelen. Absoluut. Ja. Heb je al tegen je ouders gezegd dat je dat wil gaan doen? Jawel. Hoe reageer ze erop? Ja, mijn ouders die denken dat ik niet mee. En het is wel zo. Ja. Wat is je plan? Wanneer wil je vertrekken? Zover ben ik nog niet. Zover ben je nog niet. Maar jij voelt je niet veilig. Is jou concreet zelf iets vervelends overkomen het afgelopen jaar, sinds 11 september? Ja, net zoals mijn vriendin zegt. Ik word zomaar uitgescholden op straat. Als zusje van Bin Laden, nichtje van Bin Laden.
terrorist. En ik heb zelf een Nederlandse vriendin. En ik heb gezien dat ze echt na 11 september echt afstand houdt van mij. Vroeger zaten we altijd buiten in het speeltuintje. En dus kun je ophalen. Ja, ik heb huiswerk. Ja, maar ik heb ook huiswerk. Mm-hmm. En na 11 september heb ik echt gemerkt dat iedereen raar doet. Nou, iedereen. Nou. Een grote groep mensen. Ik kom zo bij jou. Eerst even van jou, Hubert. Als jij hoort dat zij wil vertrekken... Waarom ineens zo na 11 september worden wij met de nek aangekeken door Nederland? Ik ervaar dat als Nederlander zijn er echt niet zo. De jongens, de islamitische mensen die ik ken ook voor die aanslagen. Het is niet dat ik na 11 september ineens de bosjes induik als ik die mensen zie of zo. Ik ga ook gewoon nog normaal met hun om. Dus verder helemaal, kijk maar, ja. Ja, zij normaal, zegt, ik voel me onveilig. Maar toch ik ga eens proberen iets boven water te halen van het andere gevoel onder Nederlanders. Een moskee bij mij in de buurt, iedere vrijdagmiddag komen er honderden mannen uit. Na 11 september, maar misschien ook al na de bekend geworden toespraken van El Moumni. Mm-hmm. En ook andere imams, denk ik, wat hebben deze heren vanmiddag nou gehoord over Nederland? Ja. Dat is een gedachte die ik heb en die heb ik gecheckt. Meer Nederlanders hebben die. Omdat wij na 11 september iets meer te horen hebben gekregen over de zaken die worden besproken in de moskee op vrijdagmiddag. Dat we iets meer te horen hebben gekregen hoe op het ogenblik onder jonge islamieten geworven wordt voor radicale moslimgroeperingen. Dat zijn toch zaken waar Nederlanders over gaan denken. Maar zijn het niet zo'n kleine... Ja, want dat is altijd aan de gang. Er zijn uitzonderingen. Ja, dingen, hoor. Daar wil ik even... Ja? Twee reacties. Eén, waar je bed staat is je vaderland. Dus als het je niet bevalt, pak je bed op en verplaats het daar waar jij naartoe wil. Dat is één. Op de tweede plaats, ga niet verbaasd doen dat Nederlanders ineens wantrouwend zijn. Want, nee, dat wordt gezegd ineens. Dat is dus niet zo. Want als jij iedere dag spreekt met moslimjongeren, weet je ook wat er leeft en weet je ook dat er ideeën leven die niet normaal gevonden worden onder Nederlanders. En dan hoef je niet met z'n allen te doen alsof dat niet zo is, want dat is wel zo. Noem eens een paar ideeën, mevrouw Van Nieuwen. Een voorbeeld, wat jij wil, de houding tegenover homo's. Maar, nou, oké, spreek me uit. Die liegt er niet om. Ook onder jonge mensen bij mij op school, de reactie daarop op homofilie. En wat zegt de christendom daarover? Die hebben daar ook zulke uitspraken. Dat heeft toch niks mee te maken? Nee, maar jullie overtrekken die zaken. Nee, wij overtrekken helemaal niet de zaak. In Nederland is het zo dat iedereen gelijk is. Dus of je homo bent of lesbisch. Een vriend van mij is homo. Maar dus iedereen in Nederland respecteert dat. Dat is gewoon een verworvenheid. Dat is niet zo waar is. Een vriend van mij is homo en die komt uit Katwijk. En dat is een hele gesloten gemeenschap. Dat is een hele gesloten gemeenschap. En hij wordt daar met de nek aangekeken omdat hij homo is. Het zijn allemaal. Dat zijn protestantse mensen, die vinden het maar niks. Ja. De zoon van is een homo, dat zeggen we christelijke mensen. Het heeft niks met islam, het is een gesloten cultuur, die roddelen. En dat hij op kamers ging, was hartstikke raar. Dit is dus een voorbeeld waarbij Nederlanders zich steeds sterker realiseren. Er zijn groepen moslims die er anders over denken. Bahadur, jij wil wat zeggen. Ja, maar daar ben ik het niet mee. Het gaat over het vijandelijk gedrag van moslims. Ik vroeg aan haar wat voor vijandelijk gedrag, en dat heeft zij beschreven. Dus uitschelden. Maar mijn moeder... Die gaat heel vaak boodschappen doen. En als ze bij de kassa staat, dat hoor ik van haar, dat ze dan heel onvriendelijk wordt behandeld. Mede omdat ze een hoofddoek draagt. Op een dag moest ze ook een keer doos melk optillen. Mm-hmm. Of er wat onder zat. En er past heel moeilijk papier onder. Namelijk, het is gewoon niet normaal. Als klant in de winkel? Als klant in de winkel. En dan? Want dat dus wordt gewoon heel raar behandeld. Omdat ze hoofddoek aan. Zij werd niet geholpen toen ze even hulp nodig had om iets te pakken? Nee, bij de kassa. Ja? Bij de kassa. Kijk, bijvoorbeeld stonden drie Nederlanders voor haar. Gewoon heel vriendelijk en alles goed, dit, dat. En als de beurt aan mijn moeder is, ziet ze hoofddoek. Ze denkt, ja, dit is de moslim. Even hard aanpakken van til die doos melk eens op. Die onvriendelijkheid die jouw moeder... Is dat één keer dat ze dat heeft meegemaakt? Dat gebeurt heel vaak. Merk jij dat niet alleen jouw moeder... Maar meer moslimvrouwen die onvriendelijke behandeling krijgen door niet-islamitische mensen. Mijn moeder is ook een lid van een werkgroep in Presikhaaf. Ja. Ze hebben een klacht ingediend om de kassière te ontslaan. Ja. Dat is dus toch een teken van... En is dat na 11 september vorig jaar anders geworden? Nee, dat is altijd zo. Samira, kijk jij anders naar Nederlanders? Na 11 september, na de verkiezingen van mei? Ja, dat is heel moeilijk om te zeggen, maar
ik heb wel gemerkt dat er heel veel hypocrisie is. Ik bedoel, Wie? Onder Nederlanders. Nee? Oh, ja? Jij vindt Nederlanders hypocriet? Nee, dat, u moet niet zeggen dat ik ze hypocriet... Nee. Ik heb gemerkt dat ze hypocrieter... Ja, Nederlanders hypocriet. Kijk jij anders na 11 september, na de verkiezingen van mei... kijk jij anders tegen Nederlanders aan? Nou, weet je wat het is? Ik vind het gezeur rond integratie vind ik zo'n onzin. Want, nee, maar probeer maar nou eens antwoord te geven op mijn vraag. Dat heeft ermee te maken. Ja, maar probeer nou even antwoord te geven op mijn vraag. Ja, oké. Okay. Nog een keer. Kijk jij anders tegen Nederlanders aan na 11 september, na de verkiezingen? Wat wilt u nu dat ik antwoord dan? Zeg het. Ik wil antwoorden wat ik net wou zeggen eigenlijk. Dat ik gewoon vind dat je nooit genoeg geïntegreerd bent. En dat ik daarom vind dat Nederlanders... ik ben moslim, ik draag zelf geen hoofddoek. Ik ben wel praktiserend moslima. Mm. Maar toch zal ik er nooit bij horen. Waarom? Omdat ik moslim ben. Ik heb zwart haar, zwarte ogen. Het maakt gewoon niet uit. En dat merkte ik toen gewoon heel erg. Dus ik ben anders er tegenaan gekeken, ja. Ben je iets wantrouwender geworden? Nee, want heel veel goede vrienden van mij zijn Nederlanders. Dus ik ga absoluut geen nare opmerkingen maar maken naar Nederlanders. Wie is dan die Nederlander die zo doet? Wie is over dan die als je de kranten maar te lezen. Je hoeft de kranten te lezen en je leest een oorlogskrant. Je leest een oorlogskrant. Laten we daarna eens dat kennen jullie. Ik ga eens even naar Michiel Smit. Hè? Lid van de gemeenteraadsfractie van Leefbaar Rotterdam. Laten we eens als Nederlanders een beetje zelf kijken. Reageren Nederlanders soms toch na 11 september, na de verkiezingen, wat... harder, misschien onbeschofter ook richting moslims? Nou, ik denk dat heel veel mensen zich... Het, ja, een soort omslagpunt is geweest. Dat mensen dachten van, nou, wat is daar aan de hand? En doordat het zo'n dramatische gebeurtenis is... dat, het, ja, dat mensen het echt zijn gaan afvragen van... ja, wat speelt daar zich in die moslimgemeenschap allemaal af? Ja, kijkt u zelf, of kijk je zelf? Ik mag nog je zeggen. Ja hoor. Kijk je zelf anders naar moslims? Na 11 september 2001. Ja, kijk, er wordt gezegd dat het is een incident. Het is een opeenstapeling van dingen die je hoort. Wij krijgen heel veel berichten binnen over briefjes die op school rondgaan... waarin wordt opgeroepen om de Joden dood te maken. En ja, maar mensen die worden achtervolgd. En, kom, het gaat echt om individu zelf. Het gaat nee, om het is geen, zelf. Het is, nee, het, pro, het je probleem kan is... Je alles wat er gebeurt kijk, zo als het een islam keer, erbij betrekken. Nee, als het één keer gebeurt, dan denk ik het is een incident. Maar als het een opeenstapeling van dingen is... Wat dacht je, dat wij als vrouw Osama Bin Laden als president willen? Die willen wij opnieuw komen niet naar buiten. Niet. Maar jij zegt nu moslims dit en dat. Ja, en wij willen hem ook niet. Er zit verschil tussen moslims. En dat zien Nederlanders. Even Michiel Smit, maak even je verhaal af. Sorry, ja? Wie zegt dat? Even kort, ja? Maar het wordt ook niet afgekeurd, hè? Jongens, één tegelijk. Maar je moet sorry, ik versta jou niet. Het wordt niet gejaagd omdat de mensen dood zijn gegaan. Er wordt gejaagd omdat eindelijk Amerika wordt aangepakt. Ja. Niet omdat de mensen dood zijn gegaan. Dat moet je eerst op je door laten dringen. Mag en dan pas reageren. Het doel is toch belachelijk? Eerst embark aan de bier. Ik wil één ding zeggen. Als we met 3-4 mensen door elkaar heen spreken... hoort de kijker... thuis niks. Ja, precies. En Barken. Ja, ik vind dat er met twee maten wordt gemeten. Want er wordt gezegd van jullie juichen als die vliegtuigen naar binnen komen in die gebouwen. Maar hoe hebben jullie gereageerd toen Amerika Afghanistan binnenviel? Dat is toch hetzelfde? Goeie vraag. Laten we even kijken. Is toch hetzelfde? Michiel Smit, hoe reageerde jij toen Amerika Afghanistan binnenviel? Momentje, Michiel Smit. Ja, ik ben daar niet zo in hoor, over bemoeienis in andere landen. Ik vind dat, ja, als mensen daar iets willen doen, dan moeten ze dat zelf... Maar weten. Goed. Maar ik kan me andere kant kan ik. Kijk, dat is niet zo. Dat zou ik zelf niet doen. Maar ik kan me ook wel weer in de Amerikanen verplaatsen. Kijk, zeker als je dit soort dingen hoort, dat je denkt van, nou. Wat voor soort dingen? Wat zijn nou, dan? Nou ja, dat het natuurlijk toch wel wordt goed gepraat. Dat soort dingen. Ja, jullie begrijpen het niet. Kijk, jullie zeggen wij praten de aanslagen goed. Maar dat is niet zo. Wat wij willen dat er een keer gebeurt, is dat Amerika Bush wordt aangepakt. En niet Bush, de mensen Bush zelf. Moet worden vermoord, en jullie moeten eerst zingen. Ik zeg het. Momentje. Op dit moment, jullie laten dingen goed tot je doordringen. Jullie horen één ding en reageren hartstikke manier, veel. Amerikanen hebben zelf ook kritiek op Amerika. Nederlanders hebben ook kritiek op Amerika. Daar hoef je geen moslim voor te zijn. Samira, mag ik even? Tuurlijk. Laten we proberen een beetje afwisselend. Ik wil toch kijken hoe het is met de lotsverbondenheid... van moslims onderling in de wereld en met bijvoorbeeld de Nederlandse samenleving. Ik heb een voorbeeld. Voel jij je Gökhan, hè?
Voel jij je verbonden met moslims in de wereld die zich verzetten tegen onderdrukking? Nou, dat gebeurt in Nederland, dat gebeurt in de wereld. Bijvoorbeeld een man als Osama Bin Laden, die vindt dat hij zich moet verzetten tegen onderdrukking van moslims. Voel je je met zo'n man verbonden? Eigenlijk of is dat heel ver weg? Ik bemoei me niet mee. Daar bemoei ik me. Ik woon in Nederland. Voel jij je meer verbonden met moslims of met Nederlanders? Laat ik het zo zeggen dan. Ja, ik ben natuurlijk moslim, maar toch. Ik woon in Nederland. Ik heb wel liever dat Osama Bin Laden wint. Maar ik vind dat je vraagt of dat klopt. Ja, wacht even. Je zegt, dat ik stond er niet helemaal. Ik verstond. Wacht even. Ik wil even aan jou vragen. Jullie reageren te veel om jullie ons terroristen. Wil je even nu? Nee. Wat zei je nou precies? Want ik verstond. Kijk, ik bedoel, ik ben van de moslims, weet je wel? En hoe ze hebben gezegd gewoon, of Bin Laden moest gewoon anders aanpakken. Van die mensen die daar doodgingen. Ja, ik bedoel, heeft Bin Laden die doel bereikt om onschuldige mensen dood te maken? Ik vind gewoon, allebei de kanten gaan onschuldige mensen dood. Ja. De echte daders worden niet gepakt. In Afghanistan onschuldige mensen doodgaan, dan mag het ook in Amerika. Dat zeg je? Nee, dat zeg ik niet. Ja. Laat ik eens een ander voorbeeld geven wat dichterbij staat. Laat ik eens een voorbeeld nemen wat dichterbij staat. Deze week heeft de Binnenlandse Veiligheidsdienst gezegd, er wordt nog steeds door moslim-extremisten onder jonge Nederlandse moslims geworven voor gewapende strijd elders in de wereld. Eerlijk waar, we hebben er nog altijd van afgehoord. Vertel me eerst wat er wordt gezegd. Wat ik nu zeg, de Nederlandse Veiligheidsdienst, de Nederlandse regering heeft ook gisteren opnieuw een verklaring aan het parlement laten weten, is nog steeds een gegeven dat moslim-extremisten bij jonge Nederlandse moslims proberen voet aan de grond te krijgen. Nee, want degene die dat doet, doet het uit zichzelf. En niet omdat die wordt, weet ik veel. Voel jij je verbonden met bijvoorbeeld jongens die naar Kashmir gaan, omdat daar een gewapende strijd gesteund wordt? Niet verbonden, maar ik begrijp ze wel. Leg eens uit wat je begrijpt je dan. Wil, motief. Zoals Nederlanders altijd zeggen, het is de islam. Maar wij, als wij dit horen, islam, wil jij de islam gaan verdedigen? En als dat op die manier kan, dan doen dan heel veel. Je wil je geloof verdedigen. En het gaat niet om het geweld. Ze gaan mensen het gaat echt om. Ja, precies. Je wil mensen helpen, je wil mensen ondersteunen. Ken jij ook jongens in je eigen omgeving die, laten we zeggen, die steun willen gaan geven? Nee. Ik heb wel gehoord van een meisje in Palestina dat ze zelf is gaan helpen. Omdat ze heeft gehoord dat de gewone hulpverleningsdienst, die goede werken doet bij hulpgroepen brengen, dat die niet altijd aankomt bij de allerarmste Palestijnen. En die zijn gaan ondersteunen. Maar daar hoor je niks over. Net als een paar jaar geleden een vrouw, een Nederlandse vrouw, naar de Polen is gegaan met een aantal vrachtwagens om daar de mensen te helpen. Ja, helpen. Het is vaak vechten. Hoe bedoel je met vaak vechten? Ja. Nou, het is gewoon. Want nu, als ik jullie zo beluister, betekent dat alle moslimin over de hele wereld niks anders doen dan vechten. En oorlog maken. Islam, mag heel even één klein zinnetje afmaken. Die mensen worden toch geronseld, die worden toch getraind om te vechten, die worden toch opgeleid als terroristen. Dat lees je in de krant. Dat lees je in de krant en dat klopt dan wel. Wat er in de krant staat is altijd waar. Heb jij zo er zijn gewoon films van, ze hebben films gemaakt van hele trainings. Ja, films van de trainings gevonden. We praten over de gevolgen van 11 september. We zien ook dat er ook hier wel afstand is. Maar er waren ook andere initiatieven. Zo is er een groep opgericht en die heet Ben je bang voor mij? Marokkaanse en autochtone Nederlanders willen wat doen in die groep aan de negatieve sfeer die is ontstaan na 11 september. Zij willen laten zien, en dan citeer ik even, dat er een grote zwijgende meerderheid in Nederland is die wel graag op een normale manier met elkaar wil omgaan. Harry Jansen is van die initiatiefgroep, hè? Ben jij bang voor mij? Legt u eens uit hoe we op een normale manier met elkaar kunnen omgaan. Een normale manier met elkaar omgaan. Dat vraag je me wat. Nou, jullie hebben als je zo de discussie van beide kanten hoort. Het uitpraten dan, wordt het wel heel lastig. Het komt door mijn cultuur dat ik jullie niet uitpraten. Ja, Harry Jansen. Ja, dus. Kijk, er is dus een enorm onbegrip tussen elkaar. Hè. We willen elkaar ook niet verstaan. Hè. En ik moet ook zeggen dat pas na de aanslag van 11 september... Ik meer mij ben gaan verdiepen in de achtergrond,
daarvan in de, ja, de gevoelens bij de moslimgemeenschap in Nederland. Dan hebben jullie een actiegroep, eigenlijk een werkgroep. Over 2 weken gaan jullie in Amsterdam zelfs een manifestatie organiseren. Ja. Allerlei mensen doen daaraan mee. Maar wat heeft je er nou zo toe gebracht om je nu in te zetten? Om zo'n, laten we zeggen, toch een soort verzoeningspoging, een gesprek, ontmoeting van beide groepen van de grond te krijgen. En er zijn trouwens, hebben wij gemerkt op internet, veel meer initiatieven. Hè, van Marok.nl, Maghreb.nl, islamitische sites waar toch vaak geprobeerd wordt... Waar een felle discussie aan de gang is en waar ik me ook in gemengd heb. Ik heb daar ook veel van geleerd, maar ik ben me daar ook geschrokken na de aanslag. Ja. Van de waar bent u van geschrokken? Sympathie die er is voor Bin Laden en voor... Voor de redenen die achter de aanslag lagen. Aan de andere kant, de reactie die ik van de heren daar hoor... Ja, dat slaat weer helemaal door naar de andere kant. Dus het zijn twee extremistische polen waar ik... Oké. Nou bent u met die groep. Ben je bang voor mij? Hier, dit is de folder. Ja. Zondag 22 september, enorme manifestatie in Paradiso. Wat gaat u doen om de mensen samen te brengen? We willen om die discussie kloof te doorbreken. We willen de discussie aan. Ja, maar discussies gaat toch al meteen met het mes op tafel, hoor, vind ik hier. Dus heb je een felle discussie nodig om openheid te breken. Is dat goed, ja? Vind jij zo'n discussie met het mes op tafel goed? Nou niet mes op tafel. Nou, dat gebeurde hier toch wel een paar keer. Nou, nee hoor, dus nu ga je de dingen manipuleren, echt niet. Je mag toch met elkaar fel in debat gaan zonder dat je mes op tafel hebt? Nou, Harry Jansen, vond jij dit een goede discussie? Op internet vinden er felle debatten plaats. En dat blijft toch een beetje te beperkt tot internet. Dat moet ook op televisie, op de radio. Dat moet ook... in zo'n manifestatie, op zo'n manifestatie als 22 september in Paradiso... Okay. Moet dat gesprek gevoerd worden over de islam, over de achtergronden van de Midden-Oosten-problematiek, het Palestijns-Israëlisch conflict en waarom moslims daar zo... Dan wil ik van een paar Nederlanders horen of zij denken dat het haalbaar is om die kloof te overbruggen. Eerst Michiel Smit, Leva Rotterdam. Is het haalbaar, zo'n initiatief? Valt die kloof te overbruggen? Niet met zo'n initiatief... Waarom niet? Waarmee wel? Het komen zijn er altijd een bepaald clubje mensen wat op zo'n dag afkomt. En er wordt dan een beetje koffie gedronken en een beetje gediscussieerd. Uiteindelijk bereik je er helemaal niets. Bereik je helemaal niets. En hoe wil jij het dan bereiken? En ik denk dat er eerder een... Dat is een oplossing. Ik denk dat er eerder een tendens... Mag ik even uitpraten? Michiel Smit maakt even zijn verhaal af. Ik denk dat er eerder een tendens is naar segregatie dan integratie. Segregatie wil zeggen... Ja, ieder voor zich. Want kijk, hoe waardeert u dat als politicus in Rotterdam, een multiculturele stad? Wat vindt u daarvan? Ik vind het een hele angstige gedachte. Want alle de initiatieven ter spijt, ik denk dat de groepen zelf wat meer zelfkritiek moeten hebben. En, en dat ze zelf ook meer moeten doen om zich ook aan te passen aan Nederland. En als je dat niet kan, dan moet je hier niet zijn. Dan moet je ergens anders naartoe gaan. Goed, dan ga ik naar mevrouw Koenen, een andere Nederlander, een Nederlandse leraar op een zwarte school. Is het haalbaar? Initiatieven om die kloof te overbruggen, mevrouw Koenen? Ja, ik praat over een veel kleiner niveau, dus niet te bespreken van de Midden-Oosten politiek of zo. Maar het gaat er mij om... In de straat vaak, op school. Precies, dat ik vaak de onmogelijkheid van de integratie... Mijn kinderen die gaan in Oost naar school... Of mijn kinderen op school bedoel ik dan. Die gaan in Oost naar school, zitten op een zwarte school. Als ze thuiskomen, kijken ze naar El... Jazeera. Precies. Arabische zender, hun vrienden zijn van dezelfde afkomst. Waarmee moeten ze integreren? Vaak doen ze boodschappen in islamitische winkels. Van de andere kant, mijn zoon zit op een witte school, speelt bij een witte voetbalclub, gaat om met witte vrienden. Dan denk ik, wie moet nou met wat integreren? Ziet u nou tekentjes wel, hoopvolle tekentjes wel van integratie? De kleurrijke voetbalclub waarin... islamieten en niet-islamieten samen voetballen? De school, de gemengde school? Klinkt of ziet u heel idealistisch, maar zo is de werkelijkheid niet. Dus u bent ook somber gestemd? Bent u somber gestemd? Mijn werkelijkheid wel. Ik heb Nederlandse vrienden, christelijke... Ja, maar zou ik heel even uit mogen spreken? Dat is wel zo beleefd. U zegt dat is de werkelijkheid. Het is wel mijn werkelijkheid. U kunt niet spreken Trudy, van mensen. Trudy Koenen. Ik wilde dat dat gebeurde en ik hoop daar ook op. Want ik vind het noodzakelijk, want we wonen allemaal bij elkaar. En voor mij moet iedereen ook bij elkaar wonen.
Maar ik zie vaak de onmogelijkheid ervan. En dat er uitzonderingen... Gelukkig, dan heb je het goed gedaan. Het zijn geen uitzonderingen. Sorry dat ik moet zeggen. Het zijn geen uitzonderingen. Nee. Wij hebben 12... Ik denk dat je toch in de situatie in Amsterdam... Ik bedoel, ik woon in een wijk... Ik woon in een wijk, Amsterdam. Ik woon in een volkswijk in Nijmegen. Daar is 30% van de inwoners buitenlander. In Amsterdam is dat 70-80%. Kijk, dat is natuurlijk te gek voor... Maar laten we eens kijken hoe het is met de vriendschap. Loep, nou heb jij Nederlandse vriendinnen? Ja, ik heb een Nederlandse vriendin. En ik heb al gezegd net dat ze na 11 september echt afstand van me hield. Ja. En nu? Ja, nu nog steeds. En ik wou nog wat zeggen over wat die mag vraag ik even naar je, mag ik even naar je vriendin? Siem, heb jij een Nederlandse vriendin? Niet-islamitische vriendin? Ja, ik heb ze. Absoluut. Gaat goed? Ja, zeker. Oké, ja? Je wil nog iets vragen? Ik wil nog zeggen wat die vrouw zei van ja, ze vindt dat... Dat we bij elkaar moeten wonen, toch? Nee, maar dat is het feit, dat is het gegeven. Ja, oké, is goed. Maar als je ziet een buurt met allemaal Nederlanders, toch? En er komen Marokkanen, Surinamers, Turken wonen. Dan zie ik altijd dat die Nederlanders meteen hun boeltje pakken en weg zijn ze klaar. Nou, dat recht hebben ze, dat recht heeft iedereen, dat heb jij ook. Ja, dat dus dat staat daar helemaal los van. De integratie moet van twee kanten komen. Ja, het moet van beide kanten komen, anders gaat het niet. Waar moeten wij aan integreren als jullie als Nederlanders? Wij komen en jullie gaan dan weg. Ik schets net de onmogelijkheid. Precies, want ik vind dat wij in het gesprek te ver gaan. Sorry, Embarka. Wij en jullie gepraat iedere keer weer. En ik vind ook dat jullie programma daar ook een beetje aan werkt door ons allemaal zo apart te zetten. Ja, we staan tegenover elkaar. Jullie zitten vast aan de microfoon. Jullie zitten nu vast aan de microfoon. Ik vind dat jullie programma ook aan meewerken, want jullie nodigen ons, mag heel even. Jullie nodigen ons ook alleen maar uit voor dit soort zaken. Zij is het vorige keer uitgenodigd voor kwaliteit en onderwijs. Waarom ben ik toen niet uitgenodigd? Of waarom nodigen we ons niet uit als we praten over gezinnen? Ja. Er zijn zoveel andere zaken. Dat is wel terechte kritiek, want jullie ons in stand houden... Ik denk dat... Mag je even? Wat jullie in stand houden... Nee, even proberen daar wat aan te doen. Ja, nee, ga dat stukje van wij en jullie. En ik ben geen allochtoon, hoe je me ook wil benoemen. Ik ben geen allochtoon. Ik ben een inwoner van Nederland en zal ik ook behandeld worden. We hebben ook tranen gelaten toen mag ik even Willem-Alexander ging trouwen? Dat vonden we prachtig toen hij... En we waren ook heel ongerust toen zijn vader in het ziekenhuis werd opgenomen. Dat stukje hebben wij ook. Ik voel me absoluut niet. En waarom wij zo op reageren? Zo... Korte vraag nog van jou. Eerste korte, laatste korte vraag. Voel jij bedreigd? Ik voel me niet bedreigd. Voel jij bedreigd door het groene gevaar, de islam, of niet? Nee, ik denk dat wij best. Ik denk dat Marokkaanse jongeren of islamse jongeren en Nederlandse jongeren best samen kunnen leven. En ik sta er ook voor open. Zullen we hier nou wat gaan drinken? Ja, is goed. Die afspraak is sowieso gemaakt. Die afspraak is sowieso gemaakt. En mevrouw Nabier, wij moeten gaan afronden. Ik vind dat ik programmamakers, dus dat ze hier ook een keertje bij zichzelf moeten kijken. Die tip nemen wij zeker mee. Nemen we serieus. Harry Jansen kort. Heb jij Marokkaanse vrienden? Ja. Ja, ik denk dat wij best met elkaar bevriend kunnen raken. Ik geef ook niemand de schuld. Ik weet dat wij ook soms... Ja, als ik een groep van 15 Marokkanen zie als ik uitga, dan ga ik er niet heen lopen van, hé, biertje. Maar zij zouden ook niet nooit zien. Dat moet dan in het geval wel... aan beide kanten. Jullie doen net alsof het allemaal ons is. Mag ik even je naam kwijt? Samira. Samira. Samira heeft jullie uitgenodigd om na afloop wat te gaan drinken. Gaat gebeuren. Dit is het einde van deze Rondom 10 op 11 september 2002. Nou maken we morgen weer een Rondom 10. En... Ja, dan hebben we toch een aantal islamieten, alleen maar islamieten in deze uitzending. En die gaan hier een stevig pleidooi houden voor zelfkritiek in moslimkring. Dus niet altijd de schuld geven aan de overheid, de media of wie dan ook. Maar ook als er eens een keer iets misgaat, zelf orde op zaken stellen. Morgenavond Rondom 10. Ik bedank jullie zeer. En op internet kunt u ingaan op dit programma. Veelbezochte site www.ncrv.nl/rondom10. Tot morgen. Applaus mag.